Tjonge jongen, binnen anderhalve minuut. Twee mogelijkheden voor Nederland en de counter van Brazilië. Goed gelopen van Rijs. Twee keer toe balverlies van Ronald de Boer en er ligt een ruimte. Ronaldo is voorin, loopt nu buiten spel, vandaar dat... Ronaldo. Leonardo. En Ronaldo wordt gezocht. Ronaldo. Frank de Boer. Let daarop. Ja, ja. We kennen hem nog. Het lijkt een totaal ongevaarlijke situatie, maar dat maakt hier het Nederland weer lastig. Frank de Boer kopt de bal maar half weg. Van der Sar komt dan te laat. En dan let diezelfde Frank de Boer nog een keer op. Goochelt zich vast Ronaldo. Goochelt zich ook weer terug in de bal. Ja, Ronaldo is er ook nog. Slordig. Ronaldo duwt daar Stam weg. Er zijn twee Brazilianen vrij. Dit is er één van. Giovanni van der Sar. Heel goed. Ook al omdat moeilijk. Maar ze zijn weer weg met z'n drie hoor. Ronaldo. Jawel. Goed van Stam. Geen buitenspel, precies op tijd die paas. Leonardo. Een mooie zweefduik uiteindelijk van Ronaldo. En dan krijgt Stam geel. Vanwege het theaterstukje van Ronaldo. Goed gedaan van Stam. Het gevaar nog niet voorbij. Ronaldo. Ja. Kaart voor Ronaldo inmiddels. Dat hij niet voldoende afstand nam. Frank de Boer en Ronald de Boer bij de bal. Ronaldo is weg. Van der Sar. Prima gedaan. Hij wacht zijn momentjes af, Ronaldo. En hij wordt ook feilloos aangespeeld. En van der Sar redden bekwaam. Ronaldo die toch af en toe heeft laten zien dat het verdomde jammer is dat hij niet meer op de Nederlandse velden te bewonderen is.